Hoi, ik kom solliciteren. Dat je een repeterend werk hebt, dat je in ieder geval wel een beetje ingelezen hebt van hoe je dat werk moet uit gaan voeren. Ik zou in ieder geval zorgen dat je kleding is afgestemd op het bedrijf waar je komt te werken. Maar als dat goed is, word je ook meegenomen door de recruiter in wat voor kleding passend daar is. Vaak ben je toch al wel 1 of 2 keer geweest bij jouw nieuwe werkgever. Kijk dan ook even goed rond van hoe loopt iedereen erbij, wat hebben ze aan. Mijn allereerste werkdag was ik voor mij echt zwaar overdressed. Ik had een veel te nette broek aan, een overhemd en een pullover eroverheen. Ik kwam daar binnen en ik denk, oei. Dit is niet wat de rest aan heeft. Maar als je het zelf lastig vindt, ja, dan kun je altijd even contact opnemen met een van onze recruiters, want die helpt je daar heel graag bij. Heel vaak dan kreeg je de vraag van je nieuwe collega, wat kom je doen? Die vraag krijg je gewoon altijd. Bereid die ook heel kort voor, dat je in 2 zinnen kan zeggen, ik ga dit en dit doen op die afdeling. En zorg dat je ook alle spullen bij je hebt die gevraagd worden. Dus moet er nog een pasje gemaakt worden om binnen te komen? Heb je daar een foto voor nodig? Zorg dat je dat allemaal bij je hebt. Vraag ook even van, joh, wordt er geluncht op kantoor? Dat is ook zo vervelend als je zonder lunchje aan tafel zit, zeg maar. Wees sowieso op tijd. Ja. Hele belangrijke, want daarmee sta je wel een aantal punten achter op het moment dat je te laat komt op je eerste werkdag. Ik kwam te laat. Ik kwam ook te laat. Was super leuk. Het is niet de beste indruk die je dan maakt. Wat wel echt een tip is dat je op je eerste werkdag dus ook echt een hele open houding hebt. En dat je echt laat zien dat jij veel wil gaan doen en ook veel wil gaan bijdragen. Dan schud in elk geval de handjes van iedereen met wie je op de afdeling zit of waarmee je in de buurt zit. Die eerste dag moet je echt als een soort spons heel gretig zijn en lekker veel informatie op willen nemen. En daarnaast ook gewoon heel veel opschrijven. Je krijgt heel veel informatie over je heen meestal de eerste dag. Neem gewoon een boekje mee waarin je gewoon informatie kan opschrijven die je moet onthouden. Maar stel je daarin wel heel proactief op. Dus als je vragen hebt, als je dingen wil weten, ja, stel ze gewoon. Maar vaak word je niet gelijk aan je lot overgelaten. Dat is niet de bedoeling. Nee. Het kan zo zijn dat een bedrijf tot 5:30 werkt, maar dat iedereen echt om 5:30 nog echt aan het werk is. Probeer daar ook even je weg in te vinden op de eerste dag. Dat je niet meteen al 5:30 wegvliegt omdat je in je contract staat dat je 5:30 werkt. Dat zijn altijd wel dingen die je even moet aftasten. Vraag het even van, joh, zijn er nog dingen die ik kan doen? Of verwachten jullie nu nog dingen van mij? Ja, ik zou niet met de schoonmakers het pand gaan afsluiten. Nee.